Sinds kort verkoopt Famke Louise haar kont op het internet. En ik ben in Hoofddorp om aan de mensen te vragen wat ze daarvan vinden. Kom dan, wanneer ga je kopen? We hebben het vandaag over Famke Louise. Oké, dat is inderdaad een sterk onderwerp. Heb jij toevallig een OnlyFans? Ik heb geen OnlyFans, nee, zeker niet. Ze moet geld verdienen, denk ik. Ja. Ik denk dat ze het ergens mee moet binnenhalen, dus ja. Ik snap het wel. Als ze er geld mee verdient, ja, waarom niet? Prima, als zij er blij van wordt. Hebben jullie al een abonnement? Nee, natuurlijk niet. Ik snap er wel, ze heeft toch al verschut gestaan op internet. Dus ja. Nu kunnen ze er geld mee verdienen ook weer extra, dus ja. Betalen om Famke Louise te zien. Ja, nou, maar wel in de lingerie dan. Ja, wel zwak. Een beetje apart, aangezien ze ook net een kindje heeft en die moet dan wel zijn moeder zo zien. Je hebt toch een soort verantwoordelijkheidsgevoel ook naar je kind toe, vind ik. Die kinderen kunnen wel verwend worden, want ze hebben wel geld. Je bent een moeder en dan ga je natuurlijk niet je eigen kind, een soort van je eigen lichaam verkopen. Je hebt wel iets meer over na te denken, want als het kind straks groter is en ze gaan het erover hebben. Ja. Jij hebt recht van spreken. Ja, klopt. Nou, ik hoor heel veel mensen hier in Hoofddorp die zeggen van ja, maar ze is toch een moeder? Ja. Een leuke moeder. Zou jij het zelf ooit doen? Nee. Ik denk ook niet dat iemand dat wil zien. Ik denk dat ik heel veel kijkers heb die daar een andere mening over hebben. Nee. Zien we jou binnenkort, Fan Centro? Nee, zeker niet. Nee. Ja, maar voor andere doeleinden, denk ik. Ik zou niet naakt, mezelf niet naakt presenteren. Ik zou misschien mensen willen onderwijzen of zo. Ja, ik zit al op OnlyFans. Ik zou het niet snel doen, zeker niet. Maar dat is puur omdat ik er gewoon niet comfortabel bij voel als mensen me daarvan kennen. Want hoeveel kun je vragen aan mannen voor zo'n foto? Voor één foto, ligt eraan hoe je maakt, maar sowieso wel €100. Wat vind je er eigenlijk van dat mannen dus best wel veel geld betalen per maand om een vrouw eigenlijk niet eens bloot te zien? Nou, een beetje apart. €35? Ja. Dan kan je beter sporten, denk ik, voor €35. Dat is heel lucratief. Ik zou zeggen succes. Als het gewoon gratis op internet staat, waarom zou ik er geld aan uitgeven? Ja. Dus €35, zou je dat ooit overmaken? Nee, niet Famke Louise gericht, nee. Een andere influencer dame misschien? Nee, dan gaan we naar Ariana Grande wanneer ze 5 jaar jonger is, zeg maar. Marketing is natuurlijk ook belangrijk. Zou je misschien een voorproefje kunnen laten zien? Een beetje dan. Dames die kijken. Een paar miljoen, doe ik het. Kom maar op. En wat als je vriend nou ineens abonnee van Famke Louise blijkt te zijn? Als hij dat voor de gein wil zien, dan wil ik dat eigenlijk ook wel even voor de gein zien. En hoe kunnen we jou vinden op OnlyFans? Fan Centro, wat is het precies? Ik kan wel intoetsen anders. Oh ja. Dankjewel. Die hou ik even voor mezelf. Famke is een mooie meid. En als zij daar geld mee kan en wil verdienen, moeten ze dat lekker doen. Ik vind het zelf een beetje gek. Ik hoop dat ze er blij van wordt. Meneer, kijkt u wel eens op OnlyFans? Wat? OnlyHans? OnlyFans. Nog nooit van gehoord. Nee. En als u naar plaatjes of video's kijkt, waar houdt u dan van? Ja, ballen. Ja, vooral heel veel toverballen. Je weet het al. Heerlijk.